Als jullie nieuw zijn op mijn kanaal, mijn naam is Evelien en welkom op mijn YouTube-kanaal. We zijn vandaag donderdag. Ik heb een aangekleed trui en Shein. Short is van Pull&Bear, denk ik. Tussen al 10 uur, ik heb al van alles gedaan. Ik ga direct ook iets afhalen ergens. Dus dat ga ik direct doen. Dan ga ik verder voor school. En voor de rest zullen we nog zien wat ik ga doen. Ik weet niet. Ik hoop dat het vandaag iets mooier is dan gisteren. Maar we zullen zien. Dus ja. Ik ga nu ook mijn broertje oproepen. En dan zullen we zien wat we voor de rest nog gaan doen. Oeh, ik ben buiten adem. Hier zit iemand mij aan te kijken. Hé? Hey? Hey, movie? Hé, Moefie. Dus ja. Dus dat ga ik nu doen. En dan zullen we de rest wel zien. Hopelijk is het mooi weer vandaag. Daar ook echt op het gisteren was het voormiddag heel mooi weer. Maar ja, voormiddag werk ik heel veel voor school. En ik kon pas na 3 uur naar buiten gaan. Dus... hopen dat vandaag ook mooi is. Allee, mooier dan gisteren. En dat ik toch nog wel buiten kan. Gisteren was het echt wel koud. En dan tegen de avond was het terug heel warm. Tegen 7 uur of zo begon de zon terug volop te schijnen. Was het echt warm. Dus dat was minder. Maar ik heb dus al wat mails gedaan en zo. Dus dat is allemaal in orde. Maar ik ga nu de rest doen. Want anders heb ik niet meer zoveel tijd. Zo, het is ondertussen al bijna 4 uur. Het is al 4 uur geweest, zie ik. Ik heb mij nu voor tussendoortje een lekkere smoothie gemaakt. Lekker! Dat is met komkommer en appel. Normaal moest er ook spinazie bij, maar dat had ik niet. Dus gaan we direct eens proeven hoe dat smaakt. Ik ben nog niet veel buiten kunnen gaan. Alleen nog niet. Deze middag gegeten. Nu ben ik nog altijd voor school bezig aan mijn PowerPoint. Dus ja, dat blijf ik afwerken. Ik weet niet of deze vlog vandaag de moeite gaat zijn. Anders ga ik deze morgen verder, maar ik weet het nog niet. Dus ja, ik ga nu verder doen aan mijn schoolwerk nog. Dan ga ik zelfs misschien wandelen. Ik weet niet of ik daar nog tijd ga voor hebben. Maar we zullen zien. Yeah.
vrijdag. Ik heb mij vers geperst fruitsap gemaakt. En dan ga ik nu lekker opdrinken, wat vitamintjes. Ga ik direct workout doen in mijn nieuwe Shein look. Super cute. Ga ik buiten in de zon doen. Ga ik nog proberen nog een heel deel van mijn PowerPoint te doen. En dit vettig kroppetje te wassen. Maar ja, voor het sporten in de zon ga ik dat nog zo laten. Daarna ga ik me douchen. En laat aan mijn PowerPoint beginnen. En dan deze middag ga ik denk iets met rijst maken. Maar we zullen nog zien. Zo, het is ondertussen al 2:05. We gaan nu eten. Ik heb rijst met paprika reepjes, kipfilet. Ik denk dat het is, ja. En dan currysaus gemaakt. Dus we gaan dat nu eten. Het is al best laat dat we nu gaan eten, maar ik heb ook terwijl even iets van school afgemaakt en afgewassen. Dus ik ben bijna 2 uur bezig geweest met eten maken. School afwerken en afwassen, want het was wel een grote afwas. Dus ja, ik ga nu eten, want ik sterf van de honger. Nog heel even iets voor school doen. En dan hoop ik dat ik binnen een half uurtje wat buiten ga zitten, toch wel relaxen. Ik heb deze ochtend mijn oefeningen flink gedaan. Daar ben ik heel blij om. Dus dat het allemaal goed is gegaan. Dus ja. Maar we gaan nu eten. Zo, hier is de rijst. Met kip. Kippenreepjes zijn dat. En dan paprika reepjes. Gele, groene en rode. En dat doorheen. En dan heb je hier nog de currysaus apart. Zo, het is ondertussen al een heel stuk later. Ik heb een bikini aangedaan. Deze is van Calcedonia, denk ik. Is very cute. Normaal moet je deze bandjes zo rond je buik, maar ik heb die even omhoog gebonden. Maar ik ga nu even op het zwembadje van mijn doggy vullen. Zo kan zij toch nog ook even in het water plonsen, want het is best wel warm. Eten wordt super lekker. Weer goed gedaan. Maar ik ga dat nu even doen en kom ik dadelijk bij jullie terug. Zo, het is al bijna 4:30. Ik ben even uit de zon geweest omdat het wel best heet was. Ik voelde hem goed branden. Sorry als je me nu even niet ziet. Nee, dat moet niet zijn. Ik ben even een handdoek aan het pakken. Oeh, ik ben buiten adem. Ik ga even wat foto's maken voor Instagram buiten. Ik zal je mijn bikini nog eens laten zien. Mijn kamer is altijd een sauna. Is altijd geweest. Even op adem komen. Dus mijn bikini. De is zo blauw. Ja, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Is blauw. Blauw topje. En dan zoiets wat je rond moet binden. Maar ik heb dat nu sowieso rond moet binden. Maar ik heb dat iets hoger gedaan. Dus ja, dat is mijn bikini. Super cute. In Ibiza gekocht bij Calcedonia. In Ibiza koop ik het liefst mijn bikinis. Daar vind ik echt altijd een paar mooie bikinis. Ik ga normaal, ik ga ook altijd een Calcedonia daar halen. Dus ja, daar haal ik normaal mijn bikinis. Maar nu, wacht, ik kan nog iets pakken. Maar nu doe ik dat. Allee, kan ik dat dit jaar niet meer doen door corona? Is dat onmogelijk? Allee, dat is wel voor iedereen. Dus heb ik iets anders moeten zoeken. Heb ik hier nog dingen? Even iets aan het zoeken. Nee. Dat gaat dus niet worden. Nee, maar door
corona gaan we dit jaar niet naar Ibiza. Normaal gaan we elk jaar. Allee, toch bijna elk jaar. Omdat wij zot zijn van Ibiza. Maar ja, door corona was er geen zekerheid. Hebben we niet geboekt. Gaan we dit jaar ook niet meer doen. Gewoon uit voor de veiligheid van de mensen. Dus wij nemen geen risico's. Dus ja, ik ben nu nog snel een vlog aan het monteren en dan ga ik foto's maken voor Instagram. En dan heb ik juist een ijsje gegeten omdat ik het zo warm had. Maar fruit kunnen we niet eten omdat we zelfs iets speciaals gaan doen. Waardoor ik anders een fruitcoma ga krijgen. Dus dat zullen jullie dan nog wel zien. Maar ik ga nu buiten foto's maken, vlog even afmaken en dan zie ik jullie zelfs terug. Ik ga bij deze vlog afsluiten. Ik ga nog wat verder werken aan eindwerk. Ik heb ook een salaatje gemaakt. Ik heb vandaag een beetje in de zon gelegen. Foto's gemaakt, een TikTok gemaakt, veel voor school bezig geweest. Dus ja, dat heb ik gedaan. Het is ondertussen al 8:55 en ik heb het nog niet gedaan. Ik moet nog een beetje verder doen. Dus ja, dat ga ik ook nog moeten doen. Ik heb denk ik wel weer een beetje kleur opgedaan. Dus ja, ik ga nu nog een beetje verder doen, tv kijken. Morgen moet ik vroeg op, dus ja, dat is wel minder. Maar ook beter, zo kan ik de rest wel verder afmaken. Ik wou nog iets zeggen. Dat kop ik niet. Nee, ik weet het niet meer. I don't know what I want to say. Ik weet echt niet meer. Ik ging deze vlog afsluiten, dat wist ik. Ik heb een TikTok gemaakt, heb ik gezegd. Ik ben bezig voor school. Dus ja, ik denk dat ik gewoon verder ga voor school. Ik weet echt niet meer wat ik wil zeggen. Morgen start ik de weekendvlog. Yay. Ik weet niet of ik iets speciaals ga doen. Ik denk het wel. Maar ik weet het niet meer. Dus ja, weekendvlog. De komende vlogs gaan soms denk ik een beetje saai zijn. Omdat ik nu wel echt 100% op school moet focussen. Kan ik niet beloven dat weer elke dag een vlog online komt. Ik probeer mijn best te doen. Ook te filmen. Maar als ik constant aan het werken ben, is niks interessant om te filmen. Ik zal misschien nog eens een Q&A doen. Kan ik wel eens doen. Dus ja, ik ga eens even kijken. Op tijd slapen. En morgen moet ik wel vroeger op. Maar ik ga nu verder doen aan mijn PowerPoint. Ik wil nog een paar dingen van af hebben. Dan ga ik wat tv kijken en dan ga ik slapen. Ik ben wel best moe. Maar dus bij deze sluit ik deze vlog af. Vergeet niet te abonneren. Doe thumbs up. Klik op de bel als je een melding wil krijgen van een nieuwe vlog. En ik zie jullie in de volgende vlog.